Deze feestelijke muziek zal klinken op 7 oktober in de Wilhelminakerk in Dordrecht. We spelen daar met Tom Koopman, Tini Matteau, zijn vrouw, Patricia, een Italiaanse docent aan het conservatorium al daar, en mijn persoon, met Dutch Baroque Orchestra. En we zijn heel blij dat Tom Koopman heeft toegezegd om met ons mee te werken, als ook lid van het comité van aanbeveling van Stichting Dutch Baroque. We zijn heel blij met hem te werken. Zo gaat de energie van de oude rotten over op de nieuwe generatie, wat ook echt nodig is. De muziek die we gaan spelen is van Johann Sebastian Bach en van Antonio Vivaldi. Bach schreef een aantal klavercimbalconcerten, originele stukken, in de tijd dat hij leider was van het Collegium Musicum, wat Telemann destijds heeft opgezet. We weten niet precies waarom dat deze stukken door Bach geschreven zijn. Waarschijnlijk ter vermaak. Vermaak voor het Collegium en vermaak wellicht ook voor zijn familie. Hij schrijft in een brief dat hij het zo geweldig vindt dat hij met zijn familie zulke mooie muziek kan maken. En als we bedenken dat na het overlijden van Johann Sebastian Bach ook veel instrumenten in zijn huis gevonden zijn, waaronder dus een aantal klaversymbols, luiten, violen, is het best wel aan te nemen dat deze stukken voor ook de familie zijn geschreven. En wij mogen er nu ook van genieten. Hele feestelijke, vrolijke stukken die de moeite waard zijn om in Nederland ook te programmeren. Want ik vind het toch een origineel concert en zo met 4 klaversymbols op het podium. Dat kom je niet vaak tegen. Wees welkom op 7 oktober 2015 in de Wilhelminakerk in Dordrecht om 8 uur. Feestelijke muziek. En het speciale van dit concert is ook dat er 2 arrangementen naar Vivaldi worden gespeeld. Muziek oorspronkelijk voor 4 violen en orkest, maar nu voor 4 klaversymbols en orkest. Wees erbij.